En we beginnen met zuster Bella. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Halleluja. Halleluja. Goedemorgen, broeders en zusters. Ik ben heel blij om hier te zijn, eigenlijk om mijn getuigenis te vertellen wat God in mijn leven heeft gedaan en waar ik eigenlijk doorheen ga. En ik wil eigenlijk door mijn getuigenis te vertellen, jullie te bemoedigen. Want God is groot, God is goed. I want to encourage you by sharing this testimony that God is good and God is great. So I'm sharing this testimony today for you. Ik heb eigenlijk een hele moeilijke periode in mijn leven meegemaakt, waar ik eigenlijk nog doorheen ga. Maar God heeft laten zien dat Hij met mij is. Yeah, I had a very difficult period in my life, and God has showed me that He was with me all this time. Want wij kunnen eigenlijk macht en geld hebben, maar als wij God niet hebben, is alles te vergeefs. We can have loads of money, but if we do not have God, everything is for nothing. Want hoop en blijdschap kan je eigenlijk niet kopen. En eeuwig leven ook niet. En we cannot buy eternal life. And hope and joy, we cannot buy it also. En de blijdschap en de hoop kunnen wij alleen bij Jezus terecht. The hope and the joy we can only see in Jesus. En Jezus is in het kruis voor ons gestorven, zodat wij eigenlijk eeuwig leven mogen hebben. De hoop en blijdschap. En dat heeft niks mee te maken met macht en geld. Want er zijn heel veel mensen die macht en geld hebben en die pleegt zelfmoord. Waar eigenlijk heel veel psychiaters, instanties in veel burgers overal in Nederland problemen hebben. Mensen met heel veel geld hebben gewoon geestelijke problemen. En wij mogen bij Jezus met onze problemen. We can come to Jesus with our problems, and you know, money is not everything. Money and power is not everything. It's better to have the hope of Jesus and the joy of Jesus. Ik ben alles kwijt door omstandigheden, maar ik sta hier met geloof en hoop met Jezus. En door hier ben ik ook eigenlijk ontzettend dankbaar, ook want jullie hebben mij gesteund in gebed. Met praten in alles en Pastor Lucky ook. En ik wil eigenlijk specifiek mijn zuster Seth bedanken voor al die steun die zij mij heeft gegeven in deze moeilijke periode in mijn leven. En I had a very difficult period. This is a very difficult period in my life because I lost everything. And it's only through prayers that I am strong. And I want to thank my sister Rosette for standing by me in those prayers. En ik wil eigenlijk jullie vertellen dat ik alles kwijt ben geraakt. En zodat ik eigenlijk niet eens mijn verjaardag die ik net heb meegemaakt, kunnen vieren. Maar door mijn zusters, ze hebben mij verrast met een kleine verrassing. Die is eigenlijk gewoon klein, maar voor mij betekent heel veel. Op zaterdag, ik dacht eigenlijk, we zouden eigenlijk naar een persoon gaan om kunst te kijken. Want ik hou van kunst. Last Saturday we were supposed to, Sister Rosette and me were supposed to go and look at some paintings, some art, because I love it very much, but something else happened. En dus hij probeerde mij een beetje aan te leiden om, om niet op te letten dat ik een verrassing zou worden. En toen in een keer kwamen wij bij de markt in Tilburg en zaten wij daar met drie zussen. En toen komen nog twee. En dus uiteindelijk waren iedereen daar. En dus dat was eigenlijk de verrassing. En daarna liepen wij naar Happy Tree. En hier wij daar eigenlijk met z'n allen eten. En ik moet eerlijk zeggen, dat was voor mij zo ontroerend. Gewoon echt de blijdschap en de liefde door God om mij heen. Door jullie. Dus ik wil jullie bedanken, zuster Seth. En mijn zussen die daar waren. Ik zeg jullie leven in Jezus aan. En dit is voor mij een hele grote betekenis. God is met mij en met u. Dank voor de liefde. Thank you very much for all the love. I want to thank my sister and all the sisters that were there yesterday, because they all surprised me when we were in the market. One by one, all the sisters came and we went out to eat. So it was a surprise for my sister. Dank jullie allemaal. Die
hier bij de Happy alleen bij mij waren. Het was een heel bijzondere jaar, want 14 jaar is maar, ja. Sorry. I became 40. I became 40. Zo blij, dankjewel voor de liefde. Thank you very much for all the love. And thank you, Pastor, for everything, for the prayer for me. God, you see a lot for me. Thank you very much. And I pray for you too, that God bless you in the street and your family in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Halleluja, amen. Amen. God is goed en God doet grote dingen in het leven van onze zus Bella. Ik, Shanti moet ook een getuigenis geven, maar je komt als laatste. Dan met mama en dan ga ik dan een getuigenis geven. Ik wil als eerste ook, omdat zuster Bella al hier was, zuster Bella zelf ook bedanken. Want het lijkt zo, hè. Zij vertoeft nou bij mij in huis en we doen van alles en nog wat samen bidden en zo. Het lijkt van, dus ik ben degene die helpt, maar het is niet zo. God heeft het zo gepland. En zij is in mijn leven gekomen om mij ook heel veel te leren. En daarvoor wil ik God bedanken. Je leert, kijk, twee mensen komen samen, je hebt een manier van leven en dan komt iemand erbij. Is voor de eerste keren niet makkelijk, maar omdat je aan God vasthoudt. Je leert zoveel dingen, je leert geduld te hebben, je leert die troost te geven die onze Heer ons geeft. Dan kan je dan doorpasseren, omdat zij door zoveel dingen is heen gegaan, zoals ze zei, ze heeft zoveel verloren. Dus ik wil God bedanken, ook voor jouw leven, Bella. En wat wij gisteren gedaan hebben, is alleen maar doen wat God wou dat wij doen, jou de liefde geven. En dat is gewoon heel belangrijk voor ons allemaal hier in Holy Life Ministries. Nogmaals gefeliciteerd. Amen. Halleluja. En ik wil God ook bedanken voor vandaag. De 17 jaar van mijn zoon. Mijn jongste zoon, die is dus nu 17 geworden. En ik dank God daarvoor dat hij nog 1 jaar heeft gekregen van ons hier. Amen. Halleluja. En ik doe zelf zo met mezelf. Ik denk van, goed gedaan, Rosette. Dit is de laatste, zeg maar, biologisch kind dat ik heb opgevoed. Ik heb het lekker samen met God gedaan. En ik ben heel trots op Quinn dat hij dus vandaag 17 jaar mag worden. Hij zei tegen mij vandaag van, mama, ik ben nu een man, hè. Ik zei, Maar hij is een grote jongen. Letterlijk en figuurlijk, maar ik kan echt veranderingen zien in zijn gedrag, in zijn houding. En ik blijf God bedanken dat hij in leven is. Amen? Halleluja. Dat is goed. Amen. Shanti, je dan. Prijs de Heer. Halleluja. God is goed. Amen. Ik wil een getuigenis geven over hoe God deze week mijn gebed heeft beantwoord. En het begon afgelopen woensdag, hadden we night vigil hier. En het onderwerp was mijn morgen rond deze tijd. En pastor vertelde ons om te bidden voor iets wat je heel graag wilde hebben. En God zou het voor je mogelijk kunnen maken de volgende 24 uur na. Dus op night vigil zei pastor, bid voor iets wat je heel graag wil hebben. En ik weet nog dat het rond 9 uur was dat we begonnen te bidden. En tijdens het gebed zei pastor, wie wil de Heilige Geest dopen? Je zal het krijgen. En toen ging ik specifiek daarvoor bidden daar. En om 9:07 had ik heel groot op mijn schrift geschreven toen we klaar waren met bidden. Morgen rond die tijd zal jij het krijgen. Amen. Dus ik ging naar huis. Ik ging de Heilige Geest zoeken, maar ik wist niet zo goed hoe ik dat moest doen. Dus ik ging gewoon naar huis, ik zette muziek op mijn telefoon en ik begon gewoon te bidden. Maar het leek alsof er niks veranderde. Ik ging op mijn knieën en gebeurde niks. Ik ging staan en gebeurde niks. Ik ging zitten en gebeurde niks. Ik dacht, God, wat moet ik nog doen om uw aandacht te trekken? Dus ik wilde bijna stoppen met bidden, maar ik dacht, nee. Doe gewoon je raam omhoog, laat het leeg naar binnen komen en begin gewoon opnieuw. En ondertussen dat ik dat deed, was de muziek op mijn telefoon nog bezig aan het spelen.
En ik deed mijn raam omhoog en ik staarde gewoon naar buiten. En ik hoorde een Amerikaanse zanger op mijn telefoon die zei: Wherever you are now, God is coming. He is in your living room, he is coming right now. Amen. En ik weet niet wat er toen gebeurde, maar ik voelde mezelf gaan. Maar ik viel, maar het deed geen pijn of zo. En ik begon in tongen te spreken. Ik dank God dat hij mijn gebed heeft beantwoord. Mijn moeder was beneden, ik was saai aan het maken en ze zei dat ze iets hoorde. Ze rende naar boven en ze hoorde mij spreken. En ik dan weer echt de volgende dag, weer om dezelfde tijd, kwam hij mij weer bezoeken. En ik wil ons al bemoedigen dat wij niet moeten ophouden met bidden en dat wij niet moeten stoppen wanneer wij denken dat het niet lukt. Want alles gebeurt, kan God vragen en hij zal het geven, maar op zijn tijd. Dus niet stoppen wanneer je denkt dat het niet lukt, want God is een God die ik gebeden wil. Amen, halleluja! Halleluja! Amen, halleluja! Dat is goed, amen, halleluja! Dat is een goede getuigenis. Gefeliciteerd, Santi. Amen, halleluja, halleluja! Halleluja, wij danken God voor deze mooie getuigenissen. We blijven zien dat op zijn tijd dat hij inderdaad zijn dingen doet. Hè? Soms zijn wij in een bepaalde situatie, dan denken wij inderdaad van, ah, het gaat niet, het wil niet lukken, hoe kan dit? Maar God doet het. God doet het. Amen? Halleluja. Ik heb een paar announcements, aankondigingen. 2 mei hebben wij Bijbelstudie. 2 mei. Bijbelstudie, dat is dus komende woensdag om 7:30 tot 9:00. Dus van 7:30 tot 9:00 Bijbelstudie. Hier in Tilburg. En 5 mei, dat is dus op de zaterdag, dat is dus jeugdbijeenkomst van 4 tot 5:00. Ook hier in Tilburg. Van 4 tot 5:00, 5 mei, jeugdbijeenkomst. Dus als je meer jeugd kent, nodig ze uit, laat ze komen. En onze zuster Grace is daar de leidster van. Amen? Halleluja.